Dus dan moet de weg naar buiten. Wat gaat er gebeuren? Nou, in ieder geval niks bijzonders. Of misschien ja, juist wel. Het plein wordt niet opgebroken, maar we hebben een idee. Het, met name de burgemeester ingebracht om eens te kijken of het lukt om op de Mert midden op een ruiver een schaatsbaan te maken. Nou, er is net de boetedienst helm met begonnen en dat ziet er nou uit dat dat gaat lukken. Dus ik hoop dat de weersomstandigheden blijven zoals gemeld. Dus eigenlijk een soort van natuurschaatsbaan, ja natuur, hè? Ja. Er wordt water opgespoten, ja. Maar bevroest en een grote schaatsbaan op de Mert, dat is het idee. Ja, ja. Er zien nu net twee leugjes zien erop gespoten en dus is het pak onmiddellijk. Daar wordt nu nog een paar keer overheen gereden. Misschien morgen vroeg nog eens een keer tegen een uur of veer. En dan hopen we dat we een fatsoenlijke loog krijgen. En dat Sunke misschien morgen iets wegblijft, want het duidt toch goed zijn best hier midden op de Mert. Maar als het niet het geval is, dan hebben we morgen een ijsbaan. Wie dik moet die ijsbaan dan zien? Want ja, een paar leugjes, dat is natuurlijk wel een hoop water. Hoeveel logen moet het totaal zien om echt een schaatsbaan te kunnen maken, een ijsbaan? Nou, ik ben nog geen ijsmeester, maar we gaan in ieder geval kijken dat de obstakeltjes die, op de, zeg maar, die hier liggen, met name die putranden, dat die goed onder de ijs zitten. En dan als er toch een dikke centimeter, anderhalve centimeter op zit, dan begint het toch al aardig op te zitten. Ik hoop dat de ondernemers erop inspelen, midden in het dorp, dus straks met de lekkere erwtensoep en wat koekjes erbij, dan kan er een schoon feest van je maken weer. De snelste die 10 meter kan schaatsen, die krijgt bijvoorbeeld 10% korting of zo. Ja, nou, het is gratis, hè. Ja. Bezig u en anders. Het kost uiteraard niks en het zou bijzonder schoon zijn als dit zo lukken. Vrijdag zet de Mert gepland. Dat gebeurt normaal heen natuurlijk, hè? De Mert. Die moeten uitwieken? Nou, die hoeven niet wie uitwieken, want we gaan de straten in rondje met Mertplein gewoon van afzetten. Ik heb ook het angstig vermoeden dat er een aantal ondernemers niet zullen komen, wegens de weersomstandigheden die gemeld zijn. En die paar die dan komen, die gaan van in ieder geval voor het roodtoes, zeg maar, voor het gemeentehuis neerzetten en op de Pas de Frankelaan. Dus er zijn alternatieven voor? Er zijn absoluut alternatieven voor. En ik denk ook dat ze, als die kans wie ze er nu ligt, die moesten pakken. En ik denk dat iedereen daar denk ik wel waardering voor zal hebben. Hoop ik, de mensen. Heb je zelf de schaats al aan het vet staan? Nou, ik ben niet zo'n schaatser, maar ik kom wel kijken. Oh, kijk, maar daar ga je er niet op? Nee, ik ga er niet op. Dat is okay. Te veel gewaagd. Dat is te veel gewaagd. Ja. Het vroes hard. Ja, dus is ze misschien een ijsmeester, maar... Hoe lang denk je dat de ijsbaan zou kunnen blijven liggen als het helemaal lekt? Ja, als de weersomstandigheden dat toelaten, dan laten we ze gewoon liggen. We zullen dan goede afspraken moeten maken met een aantal partijen, met name de vaste loonvereniging, die heeft hier een aantal activiteiten. Maar er zijn al contacten mee, dus het zullen we wel even goed moeten kortsluiten. De windbiel hijsen. Wat blijft? Zoals het windbiel hijsen. Ja, windbiel hijsen. En mocht het zelfs te zien dat het zeg maar, toet de carnaval helpt. Het plein is altijd natuurlijk voor het ontbinden van de optocht. Dan moeten we dan kijken wie we op dat moment dat gaan oppakken. Maar ik denk dat we er ook wel medewerking voor krijgen. Ja. Oké, hartstikke bedankt.